Rond 5:30 schrikt de medewerkster die hier achter mij aan het werken zich rot. Een man wurmt zich door het contactluik heen en bedreigt haar met een wapen. In paniek rent de medewerkster weg. De man schelt de medewerkster uit en roept dat ze terug moet komen. Op een gegeven moment lukt het de man toch na heel wat gehannes om zelf de kassalade te pakken. Daarna slaat hij op de vlucht, samen met een handlanger die even verderop op een scooter klaarstaat. Deze overval heeft een grote impact gehad op de medewerkster en haar collega's. En we willen graag weten wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Ken of herken jij de mannen op de beelden? Of weet je meer over deze overval? Laat het ons dan alsjeblieft weten.